Elst is opgeschrikt door meerdere autobranden. Het zorgde voor een enorme vlammenzee pal voor de deur van bewoners. Na schapenhouders kunnen ook eigenaren van paarden, alpaca's en andere hoefdieren subsidie aanvragen voor wolfwerende rasters. Uiteindelijk heeft het me €20.000 gekost en ik hoop dan de kosten terug te krijgen. Wat is er nog over van de VOC-mentaliteit? Dat is te zien in het Openluchtmuseum in Arnhem. Goedenavond. Het aantal doelbewuste explosies neemt toe in Nederland. En ook in Gelderland vonden er sinds 1 januari dit jaar al 11 explosies plaats. Dat blijkt uit cijfers van persbureau ANP. In Gelderland gingen er in de eerste maanden van dit jaar in 9 verschillende gemeenten explosieven af. In Nijmegen en Apeldoorn was het zelfs 2 keer raak. Opvallend is dat het merendeel van de explosieven afgaat bij woningen, zoals hier gebeurde in Zutphen. Volgens de burgemeester ging het toen om drugsgerelateerd geweld. Maar ook bedrijven zijn doelwit, zoals in maart bij dit café in Arnhem. Daarvoor werd een 15-jarige jongen aangehouden. Inwoners van Elst zijn vannacht opgeschrikt door autobranden. In een woonwijk stonden rond 3 uur 3 auto's in brand. 2 andere auto's raakten beschadigd. En van maar liefst 7 woningen knalden ruiten door de hitte. De bewoners reageren onthutst door de enorme schade. Ja, het was ongelooflijk warm. Ik kreeg de deur zelf al niet meer open, want onderdelen die vlogen alle kanten op. De bewoners van de Valenkamp in Elst werden vannacht wakker door niet 1, maar 2 autobranden in hun straat. De brand verspreidde zich snel naar de andere auto's. Omdat aan beide zijdes van de weg de brand woedde, gaat de politie uit van brandstichting. De auto van NS en zijn vrouw stonden als eerste in de brand. Dus ik weet niet als één auto verder geparkeerd was, of dat dan nog wel zo was. Ja. Want in principe ging het om die voorste auto en alle vlammen gingen alle kanten op. Ja. Dus en daarom is alles in brand gegaan. En de overburen die hebben een discussie gehoord midden in de nacht, rond 2:30. En een auto die wegraast. Dus het lijkt me niet toevallig. Ja, misschien als eentje in de fik vliegt, dus toevallig. Maar als er 2 in de fik vliegen, dan... Nou ja. In totaal zijn er 7 auto's die schade hebben. En ook aan de huizen in de straat zijn de gevolgen nog te zien. Kom, u staat er nog redelijk vrolijk bij. Ja, wat moet je anders? Het is niet anders. Dit is gewoon materiaal. Ik geef daar niet zoveel om. De politie doet nu verder onderzoek naar de oorzaak van de brand. Het Marktplein in Apeldoorn was vanmiddag het decor van een militaire ceremonie. Nicole de Wolf Fabricius uit Velp is benoemd tot nieuwe generaal van de grootste landmachteenheid. Tijdens deze plechtigheid nam ze het commando over van brigadegeneraal Roy Sillen. De Wolf Fabricius uit Velp heeft het bevel over het operationeel ondersteuningscommando Land. Het is de grootste operationele eenheid van de Koninklijke Landmacht. Het commando maakt de inzet van de gevechtseenheden mogelijk. U bent ook de eerste vrouw die deze functie gaat vervullen. Wat vindt u daarvan? Het werd tijd, zou ik dan zeggen. Dus het is... Nee. Ja, ik heb hier heel lang van gedroomd dat ik deze functie mocht vervullen. En dat het dan waar wordt, is helemaal fantastisch. En je kan dus gewoon uiteindelijk een eenheid mogen commanderen van 5000 man. Ja, fantastisch. Half april kunnen eigenaren van hoefdieren, als bijvoorbeeld de koe, alpaca tot paard, ook een tegemoetkoming krijgen van de provincie Gelderland voor het plaatsen van wolfwerende rasters, om zo de dieren te beschermen. In Renkum zijn er rondom een paardenweide al kilometers aan wolfwerend raster geplaatst. Ik geloof dat dit de wolf wel buiten het hek houdt, met genoeg stroom erop. Een omheining om zo de wolf hier in Renkum op afstand te houden van de ruim 70 paarden. We hebben 3,5 kilometer wolfwerend hekwerk geplaatst. Ik heb echt op de kosten moeten letten. Uiteindelijk heeft het me €20.000 gekost. En dan heb je het alleen maar over het materiaal. Half april gaat de regeling open voor subsidieaanvragen bij de provincie. En ik hoop dan de kosten terug te krijgen. Meer dierenhouders kunnen straks dus een gesubsidieerd wolfwerend hek plaatsen. Voor heel Gelderland, want dat is ook nieuw, kunnen nu voor alle hoefdieren subsidie aanvragen. En dat kunnen ook alpaca's en gehouden damherten en hertenkampjes zijn. In Otterlo en Harskamp zijn onlangs 4 ponies vermoedelijk door de wolf doodgebeten.
Ja, dat is natuurlijk altijd treurig, maar als het je eigen dier is, is dat altijd zo. Daarom zeggen we ook, je moet eerst proberen te beschermen en dan pas te beheren. Niet elke paardenhouder neemt nu al wolfwerende maatregelen. Of ze doen helemaal niets, of ze zetten de dieren s'avonds op stal. Maar doordat de subsidie er nu is, kunnen natuurlijk nu ook paardenhouders gewoon hun wolfwerende hekken gaan aanvragen en daar subsidie voor krijgen. Mensen die paarden houden en maken zich erg zorgen. En die willen ook graag zo snel mogelijk advies over die wolfwerende afrasteringen. Hoe wolfwerend zijn rasters? Die vraag blijft gesteld worden. Nou ja, als je alles goed volgens de normen gedaan hebt en er voldoende stroom op hebt zitten, is het inderdaad wolfwerend. Maar dat wil niet zeggen dat het wolfproof is. Ja, ik heb de wolf een paar weken terug op een filmpje gezien dat hij vlakbij onze oprit liep. Maar hij is nog niet binnen geweest. Het begon met deze miniatuurauto en het groeide uit tot een museum. Wat ik fantastisch vind aan een autominiatuur is dat ze op de echte lijken. En ik ben gek op auto's. Dat is nou helemaal mijn passie. Zometeen 7500 autominiaturen uit de hele wereld. Twee mannen uit Groesbeek die in januari 2022 een zwangere vrouw verwonden bij een straatrace, hoeven van de rechter niet de cel in. Wel krijgen de twee een taakstraf en een jaar rijontzegging. Dat meldt Omroep Brabant. Tegen de mannen van 22 en 23 jaar oud was door het Openbaar Ministerie een celstraf geëist. Bij de straatrace in het Brabantse Beuge botsten ze op een voorbijkomende auto met daarin een zwangere vrouw. Zij brak bij het ongeval haar been. Haar ongeboren kind bleef ongedeerd. Maar omdat de jonge mannen geen strafblad hebben en de zaak lang geduurd heeft, legt de rechter hen geen celstraf op. Tegen een man uit Velp is 9,5 jaar cel geëist. Justitie verdenkt hem van het aansturen van een grote criminele organisatie die zich richtte op de productie van harddrugs. Hij zou betrokken zijn bij drugslabs in Didam, Deventer en Wildervank. Ook zou hij opslaglocaties hebben geregeld in Ede, Lol en Borculo. De Velpenaar wordt gezien als een van de drie leiders van de criminele organisatie. De VOC-mentaliteit. Wat voor gedachten hebben we daar eigenlijk bij? In het Openluchtmuseum in Arnhem is vandaag een tentoonstelling daarover geopend. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Toch? Toenmalig premier Balkenende dacht hier waarschijnlijk niet aan het slavernijverleden van de VOC. Het is hier meer de handelsgeest. De makers van deze tentoonstelling willen laten zien dat die VOC-mentaliteit hier niet samenvalt met die tijd van de oude zeilschepen. De VOC die had inderdaad nog niet de containerschepen van tegenwoordig. Maar ja, in feite is er één lijn te trekken via het kapitalisme tussen wat de VOC begon rond 1600. En de haven van Rotterdam waar per dag 41.000 containers gelost worden. Een VOC-mentaliteit die ook nu gevolgen heeft. Zoals de wegwerpcultuur. De tentoonstelling, die bijna 2 jaar blijft, is ontworpen door kunstenaar Dominique Latoul. Het is een hele actuele tentoonstelling, beleving, waar iedereen zelf over na kan denken. En zelf vragen kan stellen van oké, welk onderdeel is voor mij? Maak ik er deel van uit en hoe ga ik daarmee om? Vanaf nu dus te zien en te ervaren in het Openluchtmuseum in Arnhem. Wat begon met al 7-jarige spelen met een klein autootje, werd voor Bernd Roelvink uit Asperen een grote passie. Zijn museum met autominiaturen uit de hele wereld bestaat 25 jaar. En er zijn inmiddels duizenden autootjes te bewonderen. Dit is mijn allereerste auto, een Londense Austin taxi. Die kreeg ik om mijn 7e jaar en daar is de passie mee begonnen. Wat ik fantastisch vind aan een autominiatuur is dat ze op de echte lijken. En ik ben gek op auto's. Dat is nou helemaal mijn passie. Bernd begon zijn museum aan huis met 3000 autominiaturen. Tot grote verbazing van bezoekers zijn het er nu inmiddels 7500. Als mensen binnenkomen zeggen ze, wauw. Die schrikken zich dood. Nee, die zijn overrompeld eigenlijk het aantal. Ja, die hebben geen idee wat ze tegenkomen. Mensen zijn ook zeer geïnteresseerd die hier komen. Dus die luisteren ook echt. Ja. En ja, er staan heel veel vitrines, dus heel veel verhalen. Bernd geniet dus volop van zijn museum en is nog lang niet van plan om te stoppen. Ik denk dat ik nog heel lang met het museum doorga. Want het is een ziekte waarvan ik hoop dat die niet overgaat.
Tja, tot zover deze uitzending. In april wordt de dienstregeling van bussen op de Veluwe en de stadsdienst van Harderwijk en Apeldoorn aangepast. Informatie daarover is te vinden op onze site gld.nl en in onze app. Mooie avond verder. Goedendag. De donderdag begon toch wel wat tegenvallend met toch wel regen en veel bewolking. Ja, dan was dit toch veelal het beeld. Maar gelukkig brak in de middag de zon door en werd het droog. En zagen af en toe ook mooie stukken blauw in de lucht. Maar er waren ook nieuwe stapelwolken en lokaal viel er toch nog even weer een bui. En ook de komende dagen houden dat wisselvallige weer vast. Want vanuit het westen komen een aantal lage drukgebieden voorbij met daarbij ook gebieden met regen zoals ook komende nacht en morgenochtend het geval is. In de middag wel weer wat opklaringen, misschien een hele enkele bui. Maar ook zaterdag verloopt toch wel interessant, met zeker in het westen van de provincie enige tijd regen. En later op de dag misschien zelfs wel een paar buien met ook onweer. En zo blijft dat wisselvallige weer toch wel een beetje doorzetten. Vanavond is het dus eerst nog droog. We hebben te maken met een mix van wat wolkenvelden en opklaringen. En de temperatuur ligt zo halverwege de avond rond een graad of 9. Uiteindelijk koelt het nog af naar 7 graden, maar vannacht raakt het dus bewolkt. En vanuit het zuiden komt dus een gebied met nieuwe regen de provincie binnen. En zeker tijdens de ochtend is het dan ook vrij nat, met eigenlijk in heel de provincie wel regen. Temperatuur blijft ook lang onder de 10 graden, maar in de middag wordt het dus droger en dan komt de zon er weer bij. En dan kan het nog zo'n 14 of misschien 15 graden worden. Wel staat daarbij een meest matig tot soms aan de Veluwe meer vrij krachtige zuidwestenwind. Zaterdag, dan hebben we toch te maken met dus die paar buien. In de ochtend vooral in het westen van de provincie en later op de dag in het oosten met ook onweer. Staat 18 graden, maar misschien wordt het aan de oostgrens zelfs wel 20 graden. En zondag, eerste paasdag, wordt het een hele mooie dag. Veel ruimte voor de zon, pas later op de dag wat nieuwe wolkenvelden. Maar vanaf tweede paasdag krijgen we toch te maken met regen en wisselvalligheid. Temperatuur gaat iets naar beneden, maar we hebben dus eerst nog die mooie zondag. Ik wens u een fijne avond.